En dan pak je op 1,5. Maar goed, pak je dit op 1,5 terug. Dan kun je gewoon lopen in 6. En ja, de zwarte structuur is een beetje kapot. En de witte structuur is kapot, sorry, en de zwarte is steeds een mooie loper. Nou ja, heeft wel zijn loper in ieder geval. En als wit H5 slaat, ja, gaat het paard gewoon weg. Naar F3 waarschijnlijk. En dan E5, E4, zoiets. De reden waarom je met het paard van F6 naar D7 moet gaan, is omdat als je dit paard neemt, dan volgt de G4. En dan sla op E5, dan sla je met de pion terug. En dan blijven er dus twee stukken hangen. Terwijl in deze stelling dat niet het geval is. Dat is het enige verschil eigenlijk. Mm-hmm. En dat verklaart ook het enigszins gekke paard FD7. Maar goed, het is eigenlijk een hele goede zet, want het enige idee dat wit in deze opening heeft is om die loper te raden. En dan met het loperpaar verder te gaan werken. Zodra je de loper op het bord kan houden en wit gaat met geen vier structuur aantasten, heeft hij niks bereikt. Dan heb ik alleen maar zwart verder vol. Goed, dus ik had hier meteen die moeten spelen. En ja, als wit gewoon terug gaat, paard op 3. Goed, kan je met zwart ook kiezen om ook terug te gaan. Dit heeft in ieder geval remise. Goed, dat kan voor wit niet de bedoeling zijn in de opening zo'n boek. Dus wit zal misschien deze kant op gaan. Maar ja, oké, het ziet er allemaal een beetje gek uit. En ja, goed, zwart heeft niet zoveel problemen. Kan even huis spelen ofzo. Dit was wel een vrij plan. Ik had hem helaas gemist, dus ik wilde E6. Ja, hem ook gemist, scheelt weer. Paard in 2. Beetje vreemde zet. Ik dacht dat hij naar C3 zou gaan op paard, maar hij staat nu een beetje alles in de weg. Vaak gaat hij gewoon hierheen lopen in 2. Misschien als lange blokkade en dan een beetje het koningsspel gaan aanvallen. Maar goed, paard ging naar D2. En nu zag ik het plan gelukkig wel. En het werkt nog steeds. En hij slaat het paard eraf. En hier ben ik eigenlijk vrij tevreden. Ik heb sowieso al een stuk gehad. Want die twee paarden hadden een probleem met slaan. Die willen altijd naar dezelfde velden toe, dat is heel lastig. Dus het liefst ben je een van die paarden kwijt en dan ben je nog een probleem aan. En nu is dat gelukt. En ja, ik heb de paard 33 gedaan en dan is hem kwijt. Schiet niet echt op in de hoofd. Dus ook, ja, ik ben best tevreden. Dus zeker omdat hij wel precies staat. Ik heb hem lopen paar nog één stuk gehad. En ik sta ook gewoon beter in deze stelling. En hier speelt hij even weer. Hij voelt al wel vrij snel aan dat hij wat moet gaan doen nu, dat hij positioneel van binnen staat. Hij wil toch proberen wat activiteit te creëren. Nou, hier ging een beetje op het trucje spelen. Zo blijft hij nu ook alweer. Ik wil lopen even weer. En als hij niet oppast, staat hij mat, dat is een beetje het principe. Namelijk als dit E5 speelt, wat er toch wel vrij sterk uitziet. Je zet zwart echt helemaal klem namelijk. Dit faalt helaas. Ja, je moet hem hier slaan. Als je hier slaat, dan heb je daar nog G3. Nog even een piezen. Ben je nog je peert kwijt. Dus slaan we hier. Mocht dit terugslaan, dan gaat het mis. Gaat het mis. Dan nog even bij. Ja goed, één zet er niet meteen mat is, dame E3. Dame maal, F maal, en nu komt deze loper E7 tevoorschijn. Au. Namelijk loper A4. Au. Ja goed, G3 en mat natuurlijk. Denk je, ja, waarom niet? Ik kan het proberen, loper E7 is toch een gezonde ontwikkelingszet. En als ik daarmee voorkom dat die pion E5 kan, kan ik hem zet later wat loslaan. En een beetje creativiteit bij verkwaad, zo volgende partij. Ik was wel een element natuurlijk, ook al werkt dit niet. Tenminste ook al trapt hij niet. Maar goed, je weet het nooit, het moment van de lachzaamheid het kan voorbij zijn. Hij speelde gewoon over D3. Dat had ik ook wel verwacht. En nu besloot ik ook nog maar te slaan op E4. Ja goed, ik heb niet echt tijd te verloren ofzo, want ik heb een gezonde ontwikkeling zetten gedaan. Alleen de truc heeft niet gewerkt. Maar het is toch leuk voor de andere nieuws natuurlijk. E4. Ja, en hier heb ik eigenlijk al positioneel een betere stelling. Vooral omdat hij gewoon achter een beetje pion heeft op D4. En dat is ook meteen het nadeel van zijn vroeger C5 in de opening. Ja, hij moet niet meer terug laten zeggen, maar dat wil hij eigenlijk wel. Het valt gewoon een gat op D5. Ik heb gewoon nog lopen paar. Ja, ik kan niet echt elk stuk van de vier neergooien, dat is ideaal. Nou goed, ik speel paard 6.